Vandaag ga ik proberen om zelf te pleisteren. Dat wordt een hele optie, want ik heb het nog nooit gedaan. Hier sta ik in mijn bijna afgewekte slaapkamer. Je ziet, er is al heel veel gepleisterd. Maar dat heeft ook een deel van mijn vader gedaan. Maar mijn vader zit nu momenteel in het huis van mijn zus dat ze heeft aangekocht. En daar is ze momenteel een beetje renovatiewerken in het doen. Maar hier moet het natuurlijk ook nog klaar geraken. En ja, elk vrij moment dat ik heb, doe ik natuurlijk hier verder. Dus vandaag ga ik hier pleisteren. Overal de schroefputjes moeten nog toegepleisterd worden. En heel het plafond moet ook nog gedaan worden. En dat ga ik proberen vandaag. Ik had jullie trouwens nog niet getoond hoe mijn volledige slaapkamer er momenteel, hoe dat die nu is, vooral uitziet. Dus ik ga jullie een kleine rondleiding geven. Hier zien jullie dus al een beetje de achtergrond ervan. Het zijn hyperplaten en alles, isolatie en zo. Hier staat al een deel van mijn meubels. En hier staan mijn deuren al. Die heb ik in de promo gekocht. 3 deuren voor 200 euro. Al in, kast, kader en al. Dan hebben we hier achter mij de trap. Hier moet het ook nog afgewerkt worden. Maar hier komt dan ook een klein kastje te staan waar ik de schoenen en zo in ga zetten. Dan gaan we de kamer in. Het klinkt hier heel hoog natuurlijk. Maar hier, het moet ook nog gepleisterd worden. I don't know. Maar hier ga ik dan een kleine commodekast of zo zetten. Of daar onder het venster als het past. En dan gaat hier mijn bed komen te staan met 2 nachtkastjes. Wat ik op de muur ga doen, ik weet het nog niet. Eén moment zeg ik schilder het, ander moment zeg ik wandpaneel, ander moment zeg ik behangen, dus ik weet het niet. En dan hier achter wordt mijn kast gezet. En ik heb eindelijk, en ben daar super blij mee, een vensterbank. Mijn vader heeft dat helemaal gemaakt en ik ben er super blij mee. Al mijn spullen opgeruimd. Ik ben nog gestopt met het pleisteren. Waarom? Ik vond het ook niet strak. Ik ben nog geen professioneel, zoals ik zei. En ik wacht al liever een weekje langer eraf, totdat het hier af is. Dan dat mijn vader hier of een echte pleisteraar hier op dubbel zoveel werk dan heeft om mijn spullen op te ruimen. Want hier wil je niet zien, deze strook heb ik hier half gedaan en deze strook. Even mijn camera draaien. Maar kijk, overal kappen, overal vegen. Hier ook een prop van iets, weet ik het. Verzeker net niet hoe uitgesmeerd of zo. Dus ja. Ik laat het zoals ik zeg liever over aan een professional. En er is ook veel meer op de grond beland, Rena, dan op het plafond. Dus en ik kan ook gelukkig dat mijn nieuwe vloer hier nog niet ligt, want anders. Bij deze ga ik dan ook mijn video afsluiten. En ik ga mij direct douchen, want er is ook heel veel op mijn blad en niet alleen op de vloer. Dus bij deze. Vonden jullie het een leuke video? Vergeet zeker niet deze video een dikke like te geven, te reageren in de comments, maar ook altijd. En te abonneren op mijn YouTube kanaal, zo blijven jullie altijd op de hoogte wanneer ik een nieuwe video of vlog plaats. En dan zie ik jullie bij de volgende video terug. Ciao!